Everybody's a dreamer, and everybody's a star, and everybody's in movies. It doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard. We praten in dit prachtige gebied Indië in Almelo, industrieel erfgoed, iets van vroeger, maar ook iets van nu, met Janke Dekker. Janke Dekker is de hoofdrolspeler in een musical over de stad Almelo, dus ook over Indië, maar over de geschiedenis van de textielstad Almelo. Janke, welkom. In het decor eigenlijk van de voorstelling, ja, van de musical. Echt in het decor. Ja. Ja. En het is het bijzonderste decor waar ik ooit in heb gestaan, want dit decor is gegroeid. De decorontbouwer heeft letterlijk mais gezaaid, heeft een heuvel gecreëerd, een landschap gemaakt. Nou, het is het bijzonderste decor wat ik ooit heb gezien. Wat voel je bij die oude textielfabrieken, die grote hallen die er ook zijn? Nou, vroeger duizenden mensen. Ik kom natuurlijk zelf niet uit Almelo. Ik ben een Drent, maar mijn man Tom Egbers, die is hier geboren en getogen. En dat is een geschiedenisfanaat, dus die is altijd met die geschiedenis bezig. Dus ik weet niet hoe vaak ik met hem niet door Almelo gereden ben. En dan moesten we nog even omrijden langs dit, want we wilden die zien hoe het met de katoenbaalfabrieken was waar hij ooit had gewerkt. En ja, Tenkate was natuurlijk legendarisch. En dus ja, ik heb er wel wat mee. Maar wat voel je, was de vraag, voel je de sfeer van vroeger? Zie je mensen achter die enorme getouwen? Toen ik hier voor de eerste keer kwam, toen kregen we door Gerard Cornelissen een rondleiding over het terrein. En vertelde die van, nou, hier gebeurde dat en hier gebeurde dat. En straks gaan we voor de voorstelling dit en dat. En toen riep hij een beeld op van al die fabrieksarbeiders die dan 's ochtends op klompen door dat smalle straatje naar die hallen liepen. En dat gaf ineens zo'n ontzettend goed beeld van hoe dat vroeger is geweest, maar ook ja, hoe hard het leven ook wel is geweest. De musical van Katoen en Nu heet de musical. Ja. Ik kan op veel manieren uitleggen. Gaat over 100 jaar Almelo. Ja. En wat ben jij? Wie speel jij? Nou, eigenlijk speel ik de stad Almelo. Maar de stad Almelo is oma Kat geworden. Katrien ten Kate. En oma is geboren op de dag dat Amt Almelo en Stad Almelo 1 werden in 1914. En wij vieren in de musical de 100-jarige verjaardag van oma Kat. En oma Kat heeft dus die hele 100 jaar meegemaakt. Dus langs haar fotoalbum vertellen we eigenlijk de geschiedenis van de stad. Maar gaan we er ook op een hele persoonlijke manier op in. Want oma heeft eigenlijk, ja, vroeger, Almelo was een stad verdeeld door hele rijke mensen en heel veel arme arbeiders. En dat is eigenlijk het verhaal van oma Kat. Want haar verloren liefde was een arme jongen. En die liefde is nooit kunnen worden wat het was. En oma ziet het op haar 100ste verjaardag als taak om ervoor te zorgen dat haar kleindochter niet meer door standen en verschillen van cultuur wordt gehinderd om gewoon haar hart te volgen en de liefde van haar leven te kiezen. Een hele progressieve vrouw in 19... 14. Nou ja, dat was ze toen niet, want zij heeft gekozen voor de fatsoenlijke weg zoals het hoort. Maar zij heeft zich voorgenomen dat voordat zij doodgaat, zal ze ervoor zorgen dat haar kleinkind op een andere manier kan leven. Ze heeft zich vanaf haar geboorte in 1914 ontwikkeld van een volgzame vrouw tot een ontwikkelde vrouw die de wereld vooruit wil brengen. En een stukje mooi wil maken. En die Almelo vooruit wil brengen. En die Almelo wil laten zien van, nou, het is niet alleen de geschiedenis die boeiend is, maar je hebt ook een mooie toekomst. Jij bent oma Kat. Ik ben oma Kat. Hoe ga je dat waarmaken met zo'n gezicht? Nou ja, we oefenen. Ik repeteer met een stok, dus ik ben al heel erg aan het repeteren op het lopen. Maar ik krijg natuurlijk een grijze pruik en er komt wat green bij. En ik ga wel lukken. We gaan toch even over. We hebben zo meteen over Almelo en de musical. Maar eerst, wie ben jij, Janke Dekker? Wat speel jij? Ik ben actrice. Ik heb de toneelschool in Maastricht gedaan, heel lang geleden. En ben bij toeval in de musicalwereld terechtgekomen. Mijn allereerste rol die ik speelde in theater was de hoofdrol in de musical Evita. Was een van de eerste echte grote musicals die in Nederland speelden na Jesus Christ Superstar. En vanaf daar heb ik eigenlijk altijd in grote musicals gestaan. De laatste 10 jaar ben ik zelf ideeën gaan ontwikkelen en uitbrengen. En sinds kort heb ik samen met Michael van Praag een theaterproductiebedrijf.
En produceer ik ook zelf musicals. Michael van Praag is de oud-voorzitter van Ajax. Die Michael van Praag? Ja, okay. De huidige voorzitter van de KNVB. Ja. Ben je dan actrice of ben je zangeres? Je hebt, je hebt op de toneelacademie gezeten in Maastricht, zeg je net. Ja. Maar je moet erg goed kunnen zingen. Hoe heb je dat ontwikkeld? Heel veel zangles. Ja, dus op de toneelschool krijg je al zangles. En ik heb eigenlijk nog steeds zangles. Dat is iets, ja, ik zeg altijd maar, als je geen zangles meer hebt, dan is het net alsof je een auto rijdt die je nooit naar de garage stuurt. Je moet het bijhouden. Dat moet je bijhouden. Onderhoud. Juist. Ja. Maar voel je actrice in de eerste plaats of toch zangeres? Dat is altijd een moeilijke vraag. Ik denk een goede actrice moet kunnen zingen en een goede zangeres moet kunnen acteren. Dat kan je bijna niet los van elkaar zien. Ik denk dat ik toch eerder actrice ben dan zangeres. Hoe was dat trouwens? Nu speel je oma, katoen. Oma Kat in Almelo, maar begonnen met Evita Peron. Ja. Dat is toch wel even iets anders. Ja, nou ja, toen was ik 23 en toen overkwam het me allemaal. En dat was maar goed ook. Maar toen speelde ik ook al iemand die eigenlijk ouder was dan ik toen zelf was. Ik was toen zelf 23 en ik moest een meisje spelen vanaf haar 14e tot en met haar 33ste, dat ze stierf. Dus dat was ook al, ja, leeftijd is maar relatief. En je kunt natuurlijk op toneel ontzettend veel doen. Als je dat op film doet, ja, dan zie je van dichtbij of iemand geen rimpels heeft. Maar op toneel kun je zoveel doen met griem en een pruik en je houding. En ja, dat lukt meestal wel. Je was Evita Peron. Ja. Je voelde je Evita Peron. Ja. Moedige vrouw. Ja, een hele omstreden vrouw. Foute vrouw. En een van de wijste lessen die ik toen leerde van Rufus Collins, was een Amerikaanse regisseur met wie ik toen werkte. Ik hoorde van allerlei informatie en ik hoorde eigenlijk alleen maar dat het een hele slechte, nare vrouw was. Een dictatuur, een dictator gewoon, uit op macht. En toen ik daarmee worstelde, toen zei ik, ja, maar hoe kan ik dat nou toch spelen? En toen zei hij, je moet één ding leren, ook al speel je de gruwelijkste seriemoordenaar. Elk mens houdt in principe van zichzelf. Dus je moet op zoek naar die dingen waardoor jij jezelf wel waardeert. Want niemand komt zo ver als die zichzelf haat. En dan kan de hele wereld die vrouw haten, maar jij moet de weg vinden om van haar te houden. En dat was denk ik de meest wijze les die ik ooit van een regisseur heb gekregen. Het was je eerste rol, meteen een grote rol, een belangrijke rol. Ja. Je wist niet wat je overkwam, was maar goed ook. Ja, je hebt je doorheen geslagen. Wat is je favoriete personage, je favoriete rol geweest? Je hebt Mata Hari gespeeld volgens mij. Je hebt Carmen, Camille Claudel. Mijn favoriete rol was denk ik Aldonza in De Man van La Mancha. Dat was een stuk wat ik samen met Ramses Shaffi speelde. En dat was gebaseerd op het verhaal Don Quixote van Cervantes. En het verhaal Don Quixote van Cervantes gaat er eigenlijk over dat ieder mens kan eigenlijk alleen maar leven als je hoop hebt in je leven. Als je mensen alle hoop ontneemt en uitzicht op dat het ooit beter wordt, ja, dan doen mensen ook niks meer. En ik had een hele mooie rol. Ik speelde Aldonza. Dat was de basisrol. Maar er kwam Don Quixote in de gevangenis en die pikte Aldonza eruit. En die zei tegen de Aldonza van, ja, maar jij bent geen Aldonza. Jij bent Dulcinea. Je bent de mooiste vrouw ter wereld. Je bent mijn droomvrouw. Terwijl Aldonza zichzelf zag als een hoer die iedereen aan de kant zette en niks waard was in het leven. En Don Quixote leerde haar om te kijken naar zichzelf en te zien van, nou, je bent het waard om te leven. En als je er zelf in gelooft, dan gaat de wereld daar ook in geloven. En ja, ik vond dat zo'n mooi stuk. Ik heb wel eens gehoord dat vooral slechte personen, ja, mooier zijn om te spelen, om daar leven in aan te brengen, ja, dan goede, gewone. Ja, een goed mens spelen is eigenlijk heel saai. Ja. En wat is slecht? Zijn alle mensen niet, een beetje een filosofische vraag, nou, ik denk zijn alle mensen niet uiteindelijk alleen voor zichzelf bezig? Maar het is wel een heel cynische kijk op het leven. Ik hoop het niet. Kijk, ik probeer het net te streven dat ik het niet alleen maar voor mezelf doe. Nee. Ik speel een rol omdat ik hoop dat ik, als maar één iemand in de zaal, elke avond op een andere manier naar buiten laat gaan dan die binnenkwam. Nou, misschien moet ik zeggen, slechte mensen, maar bijzondere mensen, Mata Hari. Dat zijn, ja, het zijn allemaal wel mensen met een tik, met een vlek. Met een eigen gereidheid. Ze conformeren zich niet, ze trekken zich niets aan. En dat spreekt jou ook aan? Dat spreekt mij ontzettend aan. Ja. Ja. Het is heel makkelijk om te ook doen.
Ja, en dat is ook het mooie van dit verhaal van de musical. Want oma Kat is iemand die haar hele leven heeft gedaan wat er van haar verwacht wordt. En zich heeft laten beïnvloeden door wat men vindt. Door wat men roddelt. Maar zij komt er op het eind van haar leven achter. Ja, geroddeld wordt het toch. Dat zit gewoon in de mens. Dus dan kan je maar beter in elk geval hebben gedaan waar je zelf achter staat. Want dan heb je er geen spijt van als mensen erover rollen. Want dan geloof je erin. En ik ben daar zelf... Ik hou van dat soort mensen. Hoe ben je zelf? Ben je, je bent dik 50. Ja. Nee, nog lang geen 60. Net 50. Ja. Ja. Net 50. Dik 50. Hallo, jij bent van de complimenten. God. Je bent geen 50, 51. Je bent van... 63. Ja. Goed jaar. Nee, hartstikke jong. Heel goed jaar. Nee, maar hoe zie je jezelf? Ook iets van, ik ben me zo aan het ontwikkelen als mens. Nou, ik ben een eigenwijs iemand. In het theater, maar ook in mijn huwelijk, in het leven, in alles. Dat ik steeds meer voor mezelf ga kiezen. Dat meisje, bijlen ben je geboren in Drenthe. Nee, ik heb dat eigenlijk altijd wel gedaan. Ik was kind van een moeder die alleen was. Mijn vader is voor mijn geboorte overleden. In een tijd dat Nederland nog helemaal gebaseerd was op het gezin en de hoeksteen van de samenleving. En eigenlijk elk gezin wat anders was, viel er a priori buiten. Zeker in de christelijke contrijen. Dus ik heb me eigenlijk van begin wat dat betreft niet snel bij een groep gehoord. Omdat je sowieso anders was. En in Drenthe was ik niet echt een Drent, want mijn moeder kwam uit Delft. Mijn vader was een avontuurlijke Drent die in zijn soldatentijd verliefd was geworden op een meisje in Delft. En daar ook uiteindelijk mee getrouwd was. Dus in Drenthe was ik een soort van het eerste donkere meisje in het dorp ook. Want alles was blond en blauwe ogen. En ik had donker haar en bruine ogen. Dus daarin was ik al anders. En het rare was, in Delft was ik het meisje uit Drenthe. Met die boerenfamilie en niet die stadse... Dus ik viel er altijd een beetje tussenin. Leven met twee identiteiten. Ja. Ja. En eigenlijk heb ik daardoor altijd wel zo'n beetje mijn eigen weg gezocht. Hoe was het gezin met jouw moeder? Ja, dat was je zegt tussen moeilijk, tussen verdrietig. Tussen de christenen, zeg je? Ja. Jullie waren zelf niet christelijk? Nee. En dan word je er wel mee geconfronteerd en ook op aangekeken. Nou ja, ik noem meer algemeen dat toen de tijd Nederland nog heel verzuild was. Ja. En de manier om te leven was vader, moeder, kinderen. Ja. Maar je hoorde er niet bij, want je vader was er niet. Nee. Was niet gescheiden weliswaar, was overleden. Was overleden, maar die hadden ze nooit gezien. Je ging niet ter kerke, was ook alweer raar. En die man hadden ze nooit gezien. Dus dan had je toch altijd mensen die zeiden van, nou, zouden wel een vader zijn geweest. Weet je wel, mensen rollen. Zouden er vader zijn geweest? Ja. Hoe hadden ze zich dat voorgesteld? Nou, ja, maar is het misschien, weet je, iemand die een keer weggelopen is. Mensen roddelen graag. Die doorgelopen is. Ja, dat zou. Nou, dat was allemaal niet het geval, maar dat heeft wel pijn gedaan. Ja? En, dat voel je als kind? Ja, dat voel je heel erg als kind, ja. Eenzaam? Ja. En had je dan ook meteen het idee van, ik moet hier weg ook? Nou, dat niet. Want ik was zowel in Delft als in Drenthe eigenlijk heel gelukkig. Ik had twee ontzettende lieve grootouders die ontzettend dol op mij waren en die allebei wel door wilden geven wat ze me wilden doorgeven. Dus nee, daar ben ik wel heel gelukkig geweest. En je bleef daar niet, het stond wel vast. Je zou vertrekken. Al was het omdat je aan het toneel wilde. Ja, ik wilde altijd zangeres worden. Ik kan me herinneren, er zijn nog foto's dat ik twee was en dat ik op de boerderij in Drenthe was zo'n grote witte, wit geschilderde steen. En dan stond ik dan op te zingen voor de koeien. En dat was mijn publiek. Weet je nog wat je zong? Geen idee. Nee. Dat was je eerste publiek? Dat was mijn eerste publiek, de koeien. Ja. Ja. Nou, die protesteerden niet. Nee. Die vonden het prima. Die bleven staan. Ja. Maar je wilde aan het toneel. Wanneer kwam dat idee? Ja, toen ik een jaar of zes was al. Maar toen wilde ik voornamelijk zangeres worden, want ik hield ontzettend van muziek. Ja, dat zei je net, ja. En kijk nou, ze klimmen het decor in. Ja. Het zijn rakkers in Almelo. Nou. Ja. Een textielarbeider, geloof ik. Ja. Ja. Je wilde zangeres worden? Ja. En toen ben ik op de middelbare school cabaret gaan doen. En dat werd al snel succesvol. We deden als scholier mee aan cabaretten in Delft. Het festival? Ja. En daar won ik toen de persoonlijkheidsprijs. En toen ben ik eigenlijk op advies van de mensen die toen daarbij bij dat festival betrokken waren, ben ik naar de toneelschool gegaan en niet naar de kleinkunst. Toneelschool in Maastricht? Ja. Het andere uiterste. Het Bourgondische leven. Mooie stad. Ja, daar was ik verschrikkelijk gelukkig. Ja. En nu zit je in Amsterdam? Ja. Ja. Ook een mooie stad? Ja, heerlijke stad. Hoe ben je daar gekomen?
Ja. Omdat het toch het centrum is van kunst en cultuur. Het is toch het centrum van cultuur, ja. Daar ontkom je niet aan, helaas. Om dan daar ook te gaan wonen. Om ja, daar, ja. Ja. Maar ik vind het ook wel een heerlijke stad. Het is toch echt wel een wereldstad. Ik vind het een mooie stad. Dus toch, het is ook het andere uiterste. In Amsterdam word je niet gekend, ook niet nagekeken. Want alles kan. Nee. Bekende Nederlands kijken ze niet van op. Nee. Daar wordt de schouder bij opgehaald. En doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. En nee, ik vind Amsterdam een heerlijke stad. Om te wonen. Om te wonen, ja. Ja, ja, ja. Maar je komt uit Drenthe. En ben je dan nog een Drent? Ja, ik ben al vaak in Drenthe. Geef eens een kenschets van de Drent. Van de Drent Janke Dekker. De Drent Janke Dekker. Nou, ik denk dat dan alle Drentenaren roepen, je bent geen Drent. Want je bent veel te veel weg geweest. Maar jij voelt je wel een Drent. Ik ik voel me wel een Drent, ja. Ja, meer dan een Delftenaar. Maar wat is dat? Ja. Nou ja, het is een nuchter. Het is stil. Niet... Ik ben eigenlijk privé ook wel wat teruggetrokken. En een Drent is ook wel rechtvaardig. Geen onzin. Een Drent zegt ook wel waar het op staat, als het erop aankomt. En een Drent houdt van de natuur. En dat hou ik ook. Dat is wel boeiend. Dat is, aan de ene kant zeg je van ik ben heel introvert. Ja. En ik wil op het podium. Ja. Daar zit toch iets raars in? Ja, maar weet je, het is iets anders. Leg even uit, dat wij ook weten wat is dit. Het is een repetitie voor de musical. Het is een repetitie voor de... Ja. Ze vieren het begin van mijn verjaardag nu. En Laurens is de dorpsgek, de vogelverschrikker. En Laurens levert eigenlijk al het eerlijke commentaar wat de normale mensen niet durven te zeggen. Dus als het ergens over gaat en er wordt een onderwerp vermeden, dan komt Laurens en dat... Die zegt, die ziet waar het op steunt, waar het op staat, hè? Ja, steunt is dat mooi. Oké, zijn het goed. Ja. We waren met die tegenstelling, of misschien is het een paradox. Nou, ik denk dat het geen tegenstelling is. Ja. Mensen denken altijd dat mensen die op het toneel staan extravert zijn. Maar ik ken eigenlijk een hoop collega's, die noem ik introvert. Die zijn gewoon, als ze in een massa mensen zitten, helemaal niet zo dat ze de hele tijd de aandacht zoeken. Maar pas als je op het toneel staat, je wil een verhaal vertellen. Daarom sta je op het toneel. Ik wil een verhaal vertellen, ik wil mensen ontroeren, ik wil mensen eventjes in een andere wereld laten zijn. En daardoor misschien hun eigen wereld weer wat beter kunnen begrijpen. En Drent gaat naar Maastricht aan het toneel, snel mooie rollen, begint met Evita. En dan gaat die Drent trouwen met een Twent. Ja. Ja. Hoe ging dat? Ja, dat ging heel goed. Ja, nee, dat snap ik wel. Dat gaat wel heel lang heel goed. Ja. Er is al heel veel, ook door die textielgeschiedenis van Twente, Almelo, maar ook Enschede, Oldenzaal. Er zijn zo'n Drentse buurten in Twentse steden, hè? Ja, dat weet ik, want ik heb nu door de musical hier geleerd dat toen die industrie hier zo opkwam, dat er heel veel Drenten uit de veengronden, ik kom van de zandgronden in Drenthe, hier naartoe kwamen om te werken. Ja. Want de textiel was hard werken, lange dagen, veel stof. Hele maar gezinnen. In dat veen steken was het dus nog een graadje erger. Ja. Bovendien was het toen werkloosheid, want de ontginning stopte natuurlijk. Nou, het was geen fijne tijd. Nee. En Drenten vluchten, of namen nou, de wijk. Naar... Als mijn opa dit zou horen. Drenten van de veengronden, dat noemde hij geen echte Drent. Een Drent komt van de zandgronden en de veengronden was allemaal import. Wat er kwam werken om turf te steken. Wat is het verschil tussen Tom en jou, Tom Egbers, jouw echtgenoot? Het verschil? Nou ja, jij bent Drent, hij is Twent. Is het een verschil? Of is het toch eigenlijk, zoals jij in Drent zei, in moet in curve? Hoe? Dat is Drents. Nou ja, er is een Drentse toneelclub in Almelo, die heet in moet in curve. Oké, nou die kende ik niet. Nee, die zal van de zandgronden komen. Van de veengronden. Ja, van de veengronden. Van de veengronden. Ik helemaal niet naar elkaar. Nee, maar je voelt je een Drent. Volgens mij is toch in alle opzichten een Twent. Ja. En heeft dat wel heel veel. Nou, wat we gemeen hebben is dat we allebei trots zijn op waar we vandaan komen. Mm-hmm. Maar verschillen zie ik eigenlijk niet. En wel vertrokken. Dat is ook weer zo'n rare tegenstelling, een schijnbare tegenstelling. Ja, maar weet je, trots op waar je vandaan komt, maar er niet meer zijn en niet meer willen zijn. Nee. Maar dat komt misschien ook, dat merk ik ook als ik het hierover, als we hier nou met die musical bezig zijn, is het eigenlijk jammer dat die Almelo's zo verschrikkelijk bescheiden zijn en altijd maar roepen dat ze zo niks hebben bereikt, weet je wel. En zo makkelijk tevreden zijn. En die wereld, dat wordt vooral gezien als de boze buitenwereld. Terwijl eigenlijk, als wij nu aan al die feiten zien die in die musical voorbij komen, heeft Almelo eigenlijk een heleboel dingen om trots op te zijn. Terwijl Almelo vreemd genoeg voor Nederland de stad is waar alleen het licht op groen of op rood springt. En
als je dan hier bent en je hoort wat er allemaal is, dan denk ik, nou, ze trekken zich heel snel terug in hun schulp en bescheiden. En dan is het al snel genoeg. En ik denk dat zowel Tom als ik toch altijd de drang hebben om te zien wat er achter die horizon ook nog gebeurt. En dat betekent niet dat je daarom niet houdt van waar je vandaan komt. En ook, nee, integendeel misschien. Juist als nuchtere Drenthe, of als nuchtere Twent in zijn geval, de spotlight kiest om het leven te vieren, andere mensen te... Nou ja, de spotlights kiest, dan zeg je al wat, daar kies je niet voor, die overkomen je. Ik denk dat hij er ook niet... Als jij aan het toneel wilt, dan kies je wel voor een podium, nou, daar hoort belichting bij. Ja, maar de gemiddelde, toen ik aan toneel ging, was beroemd zijn, niet zoals nu, hè, met al die televisiezenders zijn er... Nou ja, je bent in één dag een ster. Dat was niet mijn motivatie om naar het toneel te gaan. Ik wilde een goede actrice worden, niet beroemd. Ja, dat is een verschil. Maar een goede actrice, nee, niet beroemd. Nee. Je wilde spelen. Ja. Maar je speelt om volle zalen te trekken. Ja, je speelt het wel omdat mensen naar je kijken. Maar dat is niet omdat je nou wil dat mensen, omdat jij bent wie je bent, jou leuk vinden of naar je toe komen. Je wil dat ze de rollen die je speelt en de stukken waarin je staat, dat ze die mooi vinden en dat ze waarderen wat je doet. En is er iets in al die rollen, iets gemeenschappelijks, dat je uit wil dragen? Nou, nee. Nee, dan had ik zelf stukken moeten schrijven. Daarom zijn de rollen meer te veel naar me toegekomen. Even terug naar Almelo. Je speelt de rol van oma Katoen. Oma Kat. Het even leggen. Ik kan het ook wel doen. Jij kunt het beter uitleggen misschien nog weer, omdat je al een tijdje meeloopt hier in deze prachtige entourage. Wat heeft deze stad met Katoen? Ja. De textiel bedoelt de textiel. U, ja? Ja. Maar is het meer dan alleen, maar is het meer dan die textiel? Is het ook mentaliteit? Van werken in het zweet, uw aanschijns. Van de pet in de hand. Van vier dat bazen weet ik en honderden niet. Arbeiders. Het is een stad die zich kenmerkt door ontzettend zich te richten tot de hiërarchie die er is. En daar niet snel wat aan te doen. Om een voorbeeld te noemen. Almelo is een van de weinige steden waar niet veel is gestaakt toen het slecht ging in de textielfabrieken. In Enschede en zo waren mensen veel mondiger. En ja, Almelo dachten eigenlijk, waren trots op wat ze deden. Dus daar gingen ze niet zo gauw tegen in gevecht. De baas was een slechte man, maar niemand mocht dat zeggen, want dan was het een goede kerel. Juist. Ja. Dat is de mentaliteit hier ter stede. Ja. Het is onze baas, dus daar kom je niet aan. Het is onze fabriek. En die trots, die vind ik mooi. Het zijn onze producten. Juist. Ja. En wij zijn goed. En wat jullie wel vinden? Ja, nou, dat vind ik een mooie mentaliteit. Ja. Toen je deze rol toebedeeld kreeg, accepteerde, ging je... Je kent Almelo, want je komt hier wel eens met Tom naar zijn familie. Toen ging je nog meer verdiepen in die stad Almelo? Nee, dat is pas gebeurd toen het script kwam en al die verhalen hoorde. Want er zijn heel veel mensen die verhalen hebben ingediend, hè, waarop het script is gebaseerd. En als je dat dan allemaal leest, dan leer je wel heel veel leuke dingen. Ik wist ook wel al een heleboel. Wist je nog meer dan die stevige mentaliteit? Dat typerend is voor Almelo. We wisten natuurlijk de grote bankroof die ooit in Almelo is geweest. Dat is de grootste bankroof. De grootste bankroof ooit in Nederland. In de oorlogsjaren. Hè? Ja, maar ooit in Nederland de grootste bankroof. Ja. 46,1 miljoen gulden. Dan zeuren wij dus in Almelo, dat is ook wel typisch Almelo, over een stoplicht. Ja. Dan wordt de grootste bankroof op ons. Dat bedoel ik. Dan denk ik, dit is... Nee, maar vergis je niet. Ik bedoel, als ik nu hoor hoeveel bedrijven er hier nog in Twente rondlopen, die toch wereldwijd echt hele fijne producten maken. En niet, maar echt hoogbegaafde producten, om het maar zo te noemen. Dan denk ik, nou ja, dit is niet een stad waar niks gebeurt. Nee, in tegendeel. Het is een hele gemêleerde industriële bedrijvigheid. In Twente trouwens, maar zeker ook in Almelo. Maar heb jij onderschat, nu je in deze rol verdiept hebt, heb je onderschat wat het is, zeker in die tijd, 100 jaar geleden, om hier te wonen, te leven? Nee, dat heb ik nooit onderschat. Nee. Ik had in Delft een vrij socialistische opa, die altijd heel erg begaan was met het recht van arbeiders. Dus nee, die omstandigheden, dat... In die textielarbeid, dat was niet best. Heeft hij je aangestoken? Is het ook genetisch misschien overgedragen op jou? Dat je ook nog zo'n het wereld... sociale denken? Ja, dat heb ik zeker van hem meegekregen. Bestaat er nog socialisme? Voor mij wel. Wat is het dan?
Gewoon zorgen voor elkaar. De boel een beetje verdelen. Ja, weet je, ik vond het ergste. Ik weet nog wat, het in 89 viel de muur. En ineens was het kapitalisme Hosanna. Weet je wat? Terwijl ik dacht, nou ja, dat kan je wel allemaal roepen. Maar als socialisme er niet was geweest, hadden we allemaal niet de omstandigheden zoals we die nu hadden. En dan was het misschien nog steeds zo dat er één grote baas was en de rest moest voor een hongerloontje zich kapot werken en nog niet genoeg eten hebben voor het gezin. Dat is wel allemaal veranderd door het socialisme. En dan kan je wel roepen, natuurlijk communisme, dat is helemaal fout gegaan met dictaturen. Maar we moeten wel reëel zijn dat het socialisme toch wel iets teweeg heeft gebracht. Gelukkig voor mensen. Ben je ook in deze tijd nog politiek betrokken? Ja. En waar uitzet dat in? Nou ja, ik ben actief betrokken bij de Partij van de Arbeid. Actief betrokken bij de Partij van de Arbeid? Ja. Ja, ik trek mij de dingen behoorlijk aan, ja. In Amsterdam? Ja. Ja. Ik ben net uit het college gekegeld daar in Amsterdam. Ja, jammer. Nou ja, was ook wel eens goed. Ja, die stad is ook... Het is ook niet goed voor een stad dat je vanaf de oorlog wordt bestuurd door socialisten. Dat nee, maar we hebben wel hele goede burgemeesters gehad in Amsterdam. Die goed waren voor de stad. Scheelt op partijen. De huidige ook, Van der Laan? Ah, Van der Laan is een topburgemeester. Want het is een moeilijke stad hoor, om de baas over te zeggen. Zegt dat socialisme van jou en dat die activiteiten voor de Partij van de Arbeid, zegt dat ook iets over wat je met de wereld wilt? Als je nu kijkt, die wereld staat in brand. Ja, maak ik me grote zorgen over. Maar ik denk ook dat het de laatste jaren gewoon fout is gegaan. Maar gaat het ook dieper? Kunt ook analyseren. Wat is er aan de hand met de mensheid? Ik heb altijd één basisprincipe. En dat is, er moeten niet te grote verschillen zijn tussen mensen. Je moet niet te rijk en te arm hebben. En je moet toch al, zolang je je best doet om het een beetje te verdelen. Niemand gaat de barricade op als ze genoeg te eten hebben. Mensen gaan alleen maar op de vlucht of op de barricade als ze echt niet anders kan. En ja, ik vind dat we daarvoor moeten zorgen met z'n allen. En ik geloof er ook heilig in dat je moet zorgen voor die mensen die het die verstandelijk iets minder zijn. Die het geluk hebben, het ongeluk hebben om fysiek gehandicapt te zijn. Het ongeluk hebben om misschien een partner te hebben die vroeg sterft of ziek is. Daar moeten we met z'n allen voor zorgen. Ik wil het toch even vragen. Als ik je zo hoor praten, denk ik, nou, je hebt ongetwijfeld een redelijk inkomen. Ik weet dat Tom heeft een redelijk inkomen. Dan bestaat niet het gevaar van salonsocialisme. Dat je vanuit een hele... Wij hebben geen topinkomen. Wij verdienen goed en we kunnen leuk leven. Maar wat mensen denken dat we met de miljoenen op de bank zitten... Nee hoor. Nou, maar ik vind een paar ton nog veel hoor. Heb ik ook niet. Ja. Nee. Nee, hebben we ook niet. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Het is zo makkelijk om vanuit... Ik snap wat je bedoelt. Nee, maar ik roep altijd nog... Ik ben nooit iemand van de Nederlanders die zegt... Wat betalen we toch zoveel belasting? Ik zeg altijd, ik ben blij dat we zoveel belasting betalen. Ik ben in genoeg landen geweest waar geen belasting is en het was één grote ellende. Er is natuurlijk wel ook in Almelo, overal in Nederland, ook door dat socialisme aangestoken. Grote leiders, Donner Nieuwhuis, waren ook regelmatig in deze contraien. Ja. Is er wel wat gebeurd? Je zegt dat we waren redelijk dociel, volgzaam, ja. Als tukkers, als arbeiders. Ja. Tegen de graaf en de meneer van de fabriek en nog een notaris en nog een dokter. Nog een dominee, ja, dat en een was in Almelo heel sterk. Ja. Maar er is natuurlijk wel een ontwikkeling geweest in aangedreven door mensen die een betere wereld, een betere stad wilden. Ja. Die hebben gezegd, we moeten het toch anders aanpakken. Ja, maar het is toch goed geweest? Ja. Maar slaat het nou niet door? Dat is eigenlijk wel... Nou, ik denk dat het eigenlijk een beetje gestopt is. Ik denk dat op een gegeven moment was er zoiets van, nou, we hebben het niet meer nodig. Sterker nog, ik voelde op een gegeven moment een soort van tendens van... Ah, dat socialisme belachelijk, heeft niets gebracht. Nou, daar werd ik kwaad om, omdat ik dacht, nou ja, als het er nooit was geweest... waren er nog heel veel mensen, ook nu in Nederland... die te maken hadden met kinderarbeid en met hongerlonen en onrechtvaardige behandelingen. Dat is wel allemaal veranderd Moet daardoor. Je niet zelf wat doen in de zin van raadslid worden in Amsterdam... raadslid voor de Partij van de Arbeid, wethouder in een prachtig college... als de PvdA weer mag meedoen in Amsterdam? Ik denk of dat elders. Ik alleen maar kan inspireren. Want voor politicus moet je compromissen kunnen sluiten en ik ben niet van het compromis. Almelo is een rode stad geweest, oh ja? Altijd. Ja, okay. Ook door die textiel. Ja, nou, toch minder dan andere steden. Nee hoor. Ja? Nee. Oh, als ik Tom moet geloven, was Almelo toch wel wat gematigd daarin. Ja, op zich. Dan was de PvdA misschien wat gematigd. Vroeger de SDAP. Ja. Maar ze hebben wel altijd... in het centrum van de macht gezeten, ook in deze stad. Dat heeft iets te maken met de geschiedenis, denk ik. Dat toch al die mensen in die arbeiderswijk, in de Riet, in Nieuwland, in de Goosemaat, in de Kerkeland, die toch wel voor die partij gingen.
Ja, nou ja, er is ook wel wat voor wat gezorgd. Hè? Gezondheidszorg, onderwijs voor kinderen, stemrecht, om maar wat te noemen. Het is een beetje de ontwikkeling die oma Kat doormaakt, volgens mij. De ontwikkeling die oma Kat doormaakt. Zij wordt verliefd op een jongen van de, ja, uit het volk, een arbeider. En op het moment dat hij in staking komt... Oma Kat is geboren in Almelo. Ja. Is het huis er nog? Nou ja, is er nog iets van? Er wordt iets, het is natuurlijk een verzonnen personage. Ja, nee, ja, okay. En ik denk altijd maar van, nou ja, oma Kat woonde op de Bellinghof. Dat is een beetje waar ik haar situeer. En oma Kat sloop als jong meisje naar de fabrieken om de arbeiders te zien. Dat vond ze allemaal wel spannend. En daar leerde ze een jongen kennen en die leerde haar eigenlijk een andere kijk op de wereld. Maar zij komt uit de gegoede klasse? Ja. Dan is de Bellinghof inderdaad een mooi optrekje. Ja, ja, dacht het ook wel. Ja. Haar vader is eigenaar van de fabriek. Haar familie bezit een aantal textielfabrieken. Dus ze hoort echt bij de, nou ja, de gegoede klasse. Ze heeft niets te klagen. Het ontbreekt daaraan niets. Niets. En toch ontwikkelt ze is er een antenne die steeds meer opvangt. Signaal opvangt. Stadsrumoer opvangt. En daar gaat ze zich voor inzetten. En dan sluipt ze naar... Een jonge arbeider. Die heet toevallig Tom. Nee, dat jij verandert wel in het script hoor. Nee. Maar heet hij gewoon Piet. Nee, maar dat heb jij zelf veranderd. Hij was Tom, echt waar. Hij heeft de schrijver bedacht. Oké. Okay. En die begint ook met haar wel de discussies over... maar het is niet rechtvaardig. Want, waarom gaat ze als meisje, vrouw uit... Lust voor avontuur. Nieuwsgierig naar het onbekende. Gewoon wat jonge mensen kunnen hebben. Ze gaat er uiteindelijk niet in door, want ze trouwt uiteindelijk met een keurige jongen met wie ze voorbestemd was te trouwen. Die heet alweer geen Tom. Nee, die heet Lodewijk. Ja, natuurlijk, die heet allemaal Lodewijk. Ja. En uiteindelijk, als ze, wat Lodewijk wel weet, is dat ze raakt zwanger van Tom. Maar Lodewijk doet alsof hij de vader is. Maar Lodewijk weet het wel. Ja. En dat kind is zijn kind. Ja. En dat kind ziet de vader niet. Jawel. Nee, Tom nooit. Nee. 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 Maar ja, hoe dat allemaal zit en hoe dat afloopt... Ja, nee, daar gaan we niet voor bekijken. Zien in die, Nee, maar ga mij om die ontwikkeling die vrouw doormaakt. Ja. Die jij speelt. Waar jij... Nou ja, zij conformeert zich dus eigenlijk haar hele leven lang aan hoe het hoort. Want ze weet wel dat het anders is dan zij overdag meemaakt. Dat er een lompenproletariaat is, dat er armoede is, dat de kinderen niet te eten krijgen. Ze weet wel dat er ellende is in de stad, in de wijken, dat de huizen niet goed zijn. Ziekte, ellende, toestanden. En daar doet ze op dat moment niets aan. Nee, en ze probeert het. Ze knoopt iets met die jongen aan, die zal er ook wel leuk uitzien. Vast. Nee, Tom tenslotte. Nou ja, onze Tom wel. Kijk, dat is onze Tom. Dat is onze Tom. Ja, dat is goed uit, toch? Ja. Daan? Oh. Daan, Tom. Dat is Tom. Ja. Dat ziet er toch goed uit? Ja, hij ziet er goed uit. Ik zou naar Lodewijk gaan lopen eigenlijk. Dat is de hele kleine Tom. Ja. Die speelt de jonge Tom. Ik zou nooit naar Lodewijk lopen. Maar zij wel. Want je hebt Lodewijk nog niet gezien, hè? Nee, maar voor mij kiest ze toch voor wat ze heeft. Dat doet ze uiteindelijk. Ze kiest voor de veiligheid. Ja. Maar ze kiest ook, want dat is ook wat hier wordt uitgelegd. Het is niet zo zwart-wit. Ze zegt ook van ja, maar ik heb een verantwoordelijkheid ten opzichte van mijn familie. Want mijn vader heeft die fabriek opgebouwd. En ja, als ik dat in de steek laat, dan laat ik mijn familie in de steek. Dus dat soort traditiedenken zit er ook in bij haar. Dat ze voelt dat ze... Een soort loyaliteit... Ja, en het familiekapitaal en de fabrieken, daar heeft ze verantwoordelijkheid voor. Kan ze niet zomaar voor weglopen. Dat zit er ook in. Maar dan gaan we een fase verder, hè? Want uiteindelijk maakt ze een nog diepere keuze, toch? Als ze terugkijkt op haar leven. Ja. Dus kun je daar zonder allerlei portées te verklappen en kloes te verraden? Nou, uiteindelijk zorgt ze ervoor dat haar kleindochter doet wat ze zelf had moeten doen. Maar wat? Ja... Daarvoor moet je naar de musical. Maar ze zorgt er wel voor. Absoluut, want eigenlijk is het op haar 100ste verjaardag is dat nog niet gelukt. En eigenlijk is het al tijd om te gaan. Hè? Hoe zeggen ze dat? Oe de tiet te gaan. Ja, je bent een aardig opdreven. Ja, wij leren goed. Gaat goed. Ja, wij leren goed, majesteit. Majesteit Dikker. Ja. En dan zegt ze, ik moet nog eventjes iets afmaken voordat ik weg kan. En die kleindochter gaat eigenlijk doen en leven... Zoals zij eigenlijk wel weet dat zij had moeten doen en leven. Ja, en dan is de cirkel rond. Ja. En dan pakken we 100 jaar Almelo. En dan heeft Almelo een toekomst. Ja, precies. En is dat ook zo, voor zover jij dat kunt beoordelen, dat deze stad uit een heel diep dal komend
heden ten dagen zich ontwikkelt en dat het explodeert met creativiteit? Ik denk het wel. Er gebeurt veel hier. Ja. Het is een hele multiculturele samenleving inmiddels ook geworden. En als dat elkaar omarmt en versterkt, dat is alleen maar goed. Maar wel met een grote aanhang, ook in de politiek, van mensen die zeggen, nou, die Boetenlanders, die hebben toch een eigen land? Laatst zei iemand tegen mij, je moet nooit de politiek de schuld geven, alles begint bij jezelf. Nee, maar het is en ik denk dat we ze allemaal, wat dat betreft, niet zich aan de politiek maar goed, het geldt ook voor dit hele land. We zijn natuurlijk een land, en dus ook in Almelo zijn we een stad, van zeikers en zeurders en klagers. We hebben het meest welvarende stukje van de wereld waar we leven. Ondanks grote verschillen. Nog steeds armoede, veel armoede. Voedselbanken worden zwaar bezocht. Ja, ja. Maar we hebben eigenlijk niet zoveel te klagen. Zeker de mensen die klagen, dat is toch raar dat mensen die klagen niet zoveel reden hebben tot klagen. Nou ja, ik zag laatst een fotoreportage van foto's uit de derde wereld en dan een fotoreportage van New York ernaast. En ja, in die arme landen zag je allemaal mensen lachen en spelen en doen. En in New York is iedereen chagrijnig en heeft nooit tijd. Dus ik denk dat geluk niet afhangt van geld. Nee, dat is een diep inzicht. Ja, ja, ja. Ze hebben nog. Nee. Ik denk hoe meer geld precies, je hebt, hoe meer je te verliezen hebt. En, ja, ja, ja. Ja, en plus dat je alleen maar meer wil. Ja, want als je, dan heb je een bellicoff te verliezen, zeg maar. Precies. Ja. Ja. Die 100 jaar Almelo, die wordt gespeeld in de musical, doet iets met de stad volgens mij. De musical doet iets met de stad. Dat hoor ik ook van mensen hier omheen. Er is een soort besef in de stad, een soort zuurdesem van trots, zelfbewustzijn. Ja, dat maak ik natuurlijk niet mee. Maar ik merk wel dat er was bijvoorbeeld een oproep gedaan om stoelen te brengen. Wat geloof ik nog steeds mag voor het diner. Want we willen een diner waaraan allemaal stoelen staan die hun geschiedenis hebben in Almelo. En dan wordt dus een oproep gedaan. Dan komen er zoveel mensen hun stoelen brengen. Dat ik denk van nou, jeetje, kom er in Amsterdam maar eens om. Ja, dus leeft het onder de bevolking. Ja. Ja. Dus vind ik wel heel leuk. Aangevuurd door bedrijven. Iedereen die meehelpt aan decor, de vrouwen die zitten te naaien in de kostuumateliers. Ja, ik vind het fantastisch. Maar veel dieper kun je zeggen, misschien, met meer vragenderwijs leg ik het aan je voor, dat cultuur, kunst, ook eigenheid, dat je betrokken bent bij je eigen geschiedenis, dat een stad, een gemeenschap vooruit helpt. Oh, ja. De heffen des volks in jouw taal. Ja. Ja, kunst en cultuur als vehikel. Tuurlijk. Om vooruit te komen. Tuurlijk. En daar draag ik deze meer dan een steentje aan bij door in deze mooie musical een mooie rol te spelen. Althans, zeker de hoofdrol te spelen. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Ja. Als ons dat lukt, zo'n hoog ideaal. Nou. Ja, ja. Nou ja, is dat niet de functie van kunst en cultuur, ook van de musical? Ja, nou ja, wat ik hier vooral zo leuk vind, is dat er zoveel amateurs ook aan meedoen, scholen aan meedoen, Heracles supporters aan meedoen. Ja, ik vind het fantastisch. Toch een beetje jouw club, hè? Ja, tuurlijk. Is zelfs de kleuren van je shirt op? Ik moet wel. Ik was vorige week toevallig mee naar Cambuur, had ik toch een blauwe blouse aan. Ik geloof dat ik niet meer thuis kon komen. Dus ik durf nu niet meer in blauw naar Almelo te komen. Nou, Cambuur komt niet terug dit seizoen, kan ik je verklappen. Nee, zo gaat het niet. Dus blauw is weer veilig. Ja. De musical wordt 10 keer opgevoerd op deze prachtige locatie, Indië. Ja. Oude textielfabriek. Nou, het is niet alleen de musical. Hè. Als mensen komen is er al een soort braderie waar allerlei culturen uit Almelo staan met hun dingetjes en etentjes en hapjes. En uiteindelijk worden ze door een kinderkoor uitgenodigd naar een grote zaal. Daar is een diner, hoort er allemaal bij. Het is eten, dranken en drankje voorstelling. En als ze daar dan gegeten hebben, neemt het kinderkoor ze weer mee naar de voorstelling. En dan komen ze hier terecht. En dan komt de musical. Dus het is echt. En als je dus die tocht maakt hier naartoe, dan zie je ook links en rechts allemaal nog clubjes en verenigingen die stukjes geschiedenis van Almelo laten zien. Dus het is echt wel. Ja, het lijkt mij heel gaaf worden. Ja, ja, ja. En waar ik een beetje aan refereerde, als je mensen in de stad hoort praten over dit verschijnsel, over deze musical, over dit initiatief, dan worden ze, gaan ze een beetje lachen en glimmen. Oh ja? Ja. Nou, wat leuk. En ik hoor van mensen die hier rondlopen, die zeggen, waar op bezoek, wel kan even kijken, want ik heb hier vroeger gewerkt. Ach, nou ja. En aan dat nippeltje en dat schijfje en dat getouw, daar moesten we aan mee bezig. En trots. Nou, mooi. Ja, ja. Ja. Hoe komt het trouwens dat, jij weet daarvan als actrice, zangeres, musicalster, dat de musical populair is, misschien nog steeds populairder wordt, zeker in steden?
Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het publiek is natuurlijk steeds meer verwend met wat ze te zien krijgen in films en televisie. En ik denk dat musicals toch een theatervorm is die heel totaal is. En ja, voor mij is het altijd ondenkelijk om een voorstelling te maken zonder muziek. Ik zeg altijd, zodra er een viool klinkt, ben je makkelijker geroerd dan dat het alleen maar taal is. En daarom denk ik dat een musical aantrekkelijk is voor mensen. Hoe verklaar je dat het zo'n opkomst is, het verschijnsel musical? Dus we begonnen met die grote producties, De Joop van den Ende-achtige producties. Ik denk dat Nederland er klaar voor was. De Evita's van deze wereld. Ja. Nederland was heel lang een Calvinistisch land, waar alles toch wel een diepzinnige bedoeling moest hebben. En vooral niet te gek. Ik denk dat we meer op Amerika gericht zijn gegaan. Dus het show-element en het entertainment is steeds meer belangrijk. Zijn we veel meer gaan waarderen. Ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat we niet meer zo christelijk zijn. Dus dat lol hebben en iets leuks doen. Het mag. Je mag naar theater. Precies, en er mag gedanst worden. Ja. Dus ja, misschien heeft dat er allemaal wel mee te maken. Ik weet het niet. De Schouwburg als nieuwe kerk. Misschien, ja. Ja. Nee, maar ook, je hebt ook dat steeds meer steden de musical gebruiken om hun geschiedenis naar voren te trekken. Ja. Ja. Dat gaat ook in Hengelo gebeuren binnenkort. In Amsterdam gebeurt het ook een stadsmusical. Ja, en in Velzen zijn ze het ook aan het maken. Ja, dat zijn geweldige projecten. Ik juich dat alleen maar toe. Ja. En is die combinatie van acteren, van zingen, met muziek natuurlijk, wat de populariteit verklaart. Een heel serieus, moeilijk toneelstuk gaat doen, een beetje Bertolt Brecht-achtig. Het is toegankelijk. Weet je, laten we het zo zeggen, er zijn best wel musicals met moeilijke onderwerpen. Maar musical heeft niet de naam dat je ervoor moet hebben doorgeleerd om het te begrijpen. En bij sommige musicals is het zo dat als je hebt doorgeleerd, dat je net iets meer lagen meekrijgt. Maar het is nooit zo dat het een elitair karakter heeft. En ja, met sommige theatervormen in Nederland is het toch wel zo dat mensen soms denken, het is allemaal te moeilijk. En, misschien dat het daarmee te maken heeft. Wat gaat, een beetje aan het einde van het interview, wat gaat jouw kleindochter? Kleindochter? Ja, nou, die is er nog niet. Hè? Nee. Je hebt twee kinderen, heb ik begrepen. Ja. Hoe oud zijn die kinderen? 17 en 22. Oh, dat kan makkelijk. Ja. Nou, ik hoop het nog even niet. Ze zijn nog druk aan het studeren, dus eerst de studie moeder afmaken. Degelijk, Dres. Maar wat zou jij jouw kleintje meegeven? Dat jij, je bent nog maar net 50. Mm-hmm. Ja. Weer snel, hè? Ja. Wat zou jij jouw kleintje meegeven om het leven te doen wat jij niet gedaan hebt? Wat ik niet gedaan heb? Wat je misschien wel had moeten doen. Poeh. Ja. Mevrouw Kat. Nou, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik leer mijn kinderen altijd om... Heb je gedurende amper 50 jaar altijd alles gedaan zoals jij het wilde achteraf? Of zeg je van, ik had toch hier een andere keuze moeten maken en daar iets anders moeten doen, daar moeten ingrijpen? Nou, dit is niet zoveel waar ik spijt van heb als je dat zo bedoelt. Nee, ik hoop gewoon dat ze... Dat is dan het omgekeerde. Mijn kinderen zijn opgegroeid in een tijd dat de sky the limit was. En ik heb ze altijd geprobeerd mee te geven dat ze zich moeten realiseren dat ze hun zegeningen moeten tellen. Dat ze geboren zijn in Nederland, in een land waar je zoveel kansen hebt. En dat ze vooral niet zoveel moeten klagen. Dat leer ik ze. Ja. Goed. Ben je iets meer... Je was al een beetje Almeloer dankzij de huwelijkse staat. Ja, ik ben hartstikke Maar ben je iets meer Almeloer geworden door de rol van mevrouw Kat in de musical van Nou, Katoen volgens mij voelt mijn man zich bijna gepasseerd. Heeft u er last van? Hij vindt het wel heel raar dat ik nu in Almelo zit en hij in Amsterdam. Ja, dat is zijn keuze, hè? Ja. Okay. Ik dank je voor het gesprek. Ik wens je mooie dagen, 10 voorstellingen. Ja, en er zijn nog wat kaarten. Als we niet zo als heel veel. We praten nu 29 augustus 2014, over anderhalve week, 10 september. 10 september is de eerste voorstelling. 10 september, eerste voorstelling, dan 10 keer achter elkaar. Ik hoop op een volle fabriekshal voor jou en voor die honderden medewerkers voor en achter de schermen. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was Janke Dekker, de hoofdpersoon in de musical van Katoen en Nu in Almelo.
over wat haar drijft en haar personage, mevrouw Katoen. De jonge kat is Daisy van Doeveren en Tom wordt gespeeld door Daan Smits. Twee hele grote jonge talenten. En er lopen wat mensen door tunnels en door maisvelden. Gaat dat zien. En tot ziens. Look for the silver lining whenever a cloud appears in the blue. Remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you, a heart full of joy and gladness. We'll always banish sadness and strife.